Het begin van het seizoen 2019-2020 voor Vitesse. Daar ligt de ruimte. Daar ligt nog meer ruimte. En wordt die bal van richting veranderd. Gaat erin. Ajax zeer ongelukkig. En Vitesse zeer gelukkig. Ik denk dat we natuurlijk een hele sterke start hebben. Doordat we een heel sterk collectief hebben. We hebben spelers die wat extra's kunnen geven aan het team. Een scorend vermogen. We krijgen minder doelpunten tegen dan andere jaren. Ja, we winnen nu de duels. Ja, de wat kleinere duels, zou ik maar zeggen, die winnen we nu ook, waar we voorgaande jaar heel veel moeite mee hebben. Oh, dan gaat het mis bij Lewis en dan is dit de kans voor Vitesse. Linssen, de Grot en dan is het raak. En Wellenreuther laat hem lopen en dat had hij niet moeten doen. Matas hier wat sneller dan Vlaar en dat is een mooie goal zeg. Piero, nu is het wel raak. De eerste paal Max Clark en raak. Winnen is altijd lekker, maar als je vier keer achter elkaar wint, dan wil dat wat zeggen. Dat wil zeggen dat we als team heel erg goed bezig zijn. Dat we op de juiste weg zijn, dat we zo bezig moeten blijven. In elkaar moeten blijven geloven. En nou ja, weet je, als je het vertrouwen dat groeit met de week natuurlijk. Dico alleen op kiesbaum af. En ja, ieder schot van Vitesse levert een doelpunt op. Een assist van Remco Pasveer, heb je daar ook nog met hem over gesproken? Ja, zeker. Remco aast al heel lang op en heeft natuurlijk een fantastische trap en die kan er als geen ander. Alleen met name ik ook heb wel eens een kans gemist door een bal van hem. Maar ja, weet je, dat zijn mooie dingen die je nu met z'n allen kan vieren. En zelfs Remco heeft een aandeel in goals die we maken. Dus ja, dat geeft aan hoe echt het team is geworden. Lekker balletje op Matas. Nou, dan moet dit hem worden. En dan wordt het hem ook. En dat is toch Tim Matas. Daar is Linssen. En daar is het raak. Het is 2-2. Weer hij, die dekselse Brian Linssen. Met nog een kwartiertje te gaan. Danane. En opnieuw staat Vitesse op voorsprong. Lange bal van Obispo, die komt ook nog aan bij Linssen. En Linssen, ja, het is absoluut tegen de verhouding in. En het is de man hier uit de buurt die het doelpunt maakt. En daarmee zet hij gelijk een bijzonder record op zijn naam. Hij heeft nu tegen alle ploegen in de Eredivisie een bijdrage geleverd op het scorebord. VVV ontbrak nog in dat rijtje. En nu heeft hij ook gescoord tegen VVV. Voor de wedstrijd dat VVV de enige club was waar ik niet tegen gescoord had in de Eredivisie. En dat laat ik dan natuurlijk niet onbenut om de vierde wedstrijd gelijk even goed te maken.